In je hersenstam bij elk mens is het in de basis niet anders dan je hebt alleen maar een veilig of een onveilig iets. Dat is heel primair. En daarbovenop liggen dan wat meer primaire reacties daarop, of primaire emoties. En de meeste mensen denken alleen maar aan vechten en vluchten, maar je hebt er door de literatuur heen een stuk of 5, 6. Fight, flight, freeze, posture, submission. En die zie je bij elk menselijk gedrag terug. En bijvoorbeeld in de vechtsport, elke vorm van een aanval, of het nou een stomp of een trap of een verwerging of een worp, het maakt niet uit welke sport je gebruikt, is per definitie iets bedreigends voor jou, voor de ander. Dus per definitie moet jij omgaan met een soort van angstgerelateerde stress. En dus weerbaarder worden. En dat heeft dan een fysieke component, maar dat heeft een mentale en een sociale en een emotionele component. Dat zit er allemaal in verweven. Dus ik die dat doe, bij jou in vechtsportactie, moet dat leren reguleren, doseren, afstemmen op jou. Dus ik leer daarin zeg maar agressie regulerend. Maar jij moet daarmee om kunnen gaan, met die druk, met die stress, wat het dagelijks leven ook is natuurlijk. En jij bent dus in alle componenten van weerbaarheid bezig. En dat is vice versa, over en weer. Dus wat dat betreft heeft elke vorm van vechtsport in de basis alles al in huis om optimaal te benutten voor beide componenten. Is dat een beetje logisch uitgelegd? En hoe gebruik je dat dan bijvoorbeeld als we teruggaan naar de Rosse Water of bij de basisschoolleerlingen? Hoe gebruik jij dat? Hoe zet jij dat dan? Zet jij dat dan in om ze daarin een stap verder te helpen? Ja, nou, het is afhankelijk van de context. Kijk, in elke reguliere vechtsportschool waar een goede leraar loopt, gebeurt dit vanzelf al binnen de bandbreedte van de les. En in specifieke contexten, als een groep rots en water, dan ga je vaak met kleine groepen nog gerichter kijken wat een kind nodig heeft. Die dus bijvoorbeeld zich te snel laat ondersneeuwen of te veel grenzen overschrijdt, dat weinig zelfcontrole heeft. En daar heb je tal van werkvormen en manieren waarbij een kind zich niet zozeer het hoeft te verbaliseren, maar vooral heel erg kan uitwerken en ervaren in het moment met een ander hoe ik me voel, wat ik doe en wat mijn patronen zijn. En nogmaals, dat kan niet zonder die ander. Want als ik die ander op welke manier dan ook zich niet prettig voelt of niet fijn, dat is dus zeg maar het sociale eraan, dan wil die niet meer met me samenwerken. Dus we moeten daar samen een soort van veilige cocon bouwen, waarin we allemaal kunnen leren. En dat zie je in meer specifieke contexten, als rots- en watergroepjes of specifieke trainingen of één op één. Kan je daar dus heel erg meer op inzoomen, op de persoon en ieders unieke kenmerk. Maar in de basis is het in elke reguliere vechtsportles al aanwezig. En je had het net over die vechtsportcultuur. Ja. Waar dat in zit, dat samenwerken, dat rekening houden met elkaar. Want als je geen rekening met elkaar houdt, dan wil de ander niet meer met jou samenwerken. Die vechtsportcultuur is best wel een strakke cultuur, volgens mij. Ja, en heel eigen. Eigen in, bedoel ik mee, elke vechtsport heeft heel erg zijn eigen cultuur en trekt zijn eigen mensen aan. Ik herinner me grote sportdingen in Arnhem die we organiseerden, waar ik in een grote sporthal stond, waar aikido, judo, taekwondo, boksen, kickboksen, capoeira, noem het, alle vormen zeg maar iets deden. En bij elke vorm zie je een eigen soort publiek, een eigen soort kind. Dus en bij al die verschillende vormen zie je overeenkomende dingen. En wat zijn die overeenkomende dingen? Elke vorm van vechtsport heeft bijvoorbeeld een uitgesproken hiërarchie. Er zijn altijd bandensystemen of dergelijke, van judo tot taekwondo tot. En dus dat wil zeggen, er is een soort weg die je moet gaan of waar je heen gaat en waarin je een soort respect verdient. Elke vorm van vechtsport heeft nauwkeurige regels over tolerantie, over welk gedrag of welke vorm of hoe zwaar je mag toucheren, mag raken of niet, of wat gewenste regels zijn en wat niet. En dat alles heel direct in contact met die ander steeds. Het is niet als een voetbalspel waar je van alles kunt doen zonder dat je met een ander mens te maken hebt. Ja, je werkt in een team, maar echt jij en ik zijn constant in interactie. En ook heeft elke vechter dus een heel eigen cultuur met normen en normgedrag waar heel veel sociale controle op zit. Wat kan en wat mag en wat past en wat juist is. En als je die cultuur juist bouwt, dan heb je dus een geweldige leercocon, zeg maar,
om met elkaar allerlei dingen te doen die in wezen buiten de maatschappij staan. Want elkaar geweld aan doen, schoppen, slaan, weet ik veel wat. Dat hoort eigenlijk niet. Maar dat kan allemaal hier wel. En je kunt dus dingen leren en leren reguleren en doseren en omgaan met extreme spanningen, druk, die het normale leven niet zo snel krijgt als het leerkansen. Dus eigenlijk dat sport voor iedereen gezond is en noem het maar op. En dat, maar het is een hele unieke leerervaring die je kunt maken met vechtsport. Je creëert dus eigenlijk een kleine maatschappij in de grote maatschappij. Ja, letterlijk. Ja, letterlijk. Waarbij je dingen doet die echt buiten de maatschappij staan, maar een oefencontext creëert die je heel goed kan gebruiken in de maatschappij. Een beetje dubbel zorg, maar bijvoorbeeld dat hele grote landelijke project, dat ging over het ministerie wou eigenlijk iets van integratie bevorderen via de sport. Want vooral veel allochtone jeugd werd gegrepen, vooral door sport als kickboksen. Maar veel mensen die daarover beslisten, zeg maar, die waren helemaal niet op die mat geweest. En als ik standaard in een normale training bij de wedstrijdploeg stond, stond ik tussen 10, 15 culturen. Die op een of andere manier geweldig samenwerken met elkaar. En precies binnen de lijn, precies doen wat er gezegd wordt. En alles wat hoort bij tolereren, accepteren, respecteren, dat gebeurt. Het is wel fascinerend dat dat allemaal kan. Dus dan is het ook fascinerend om je af te vragen, wat gebeurt hier nou? Waardoor het zo goed gaat? En wat is dan eigenlijk het verschil of het gebrek of het gemis waardoor het in andere contexten bijvoorbeeld misgaat? Tussen, nou, bijvoorbeeld culturen of mensen, noem het maar. Ja. En wat is voor jou het antwoord dat het daar allemaal goed ging, op de mat? Nou, die ingrediënten die er dus in zitten. Er is een hele duidelijke hiërarchie. Er zijn hele duidelijke begrenzingen. Er is heel duidelijk wat tolerantie is. Er is heel duidelijk wat acceptatie is. Eigenlijk alles wat terugkomt bij of je nou een klas hebt, of of je nou over ouderschap hebt, of dat je nou gewoon over al het andere menselijk verkeer hebt, wij als volwassenen die ergens werken. De mate waarin je je goed en veilig vertrouwt of sociaal op je plek voelt, heeft vaak te maken met die begrippen, met accepteren, tolereren en respecteren. En als je die nauwkeurig gaat definiëren, dan is dat verrekte lastig, want iedereen verstaat er iets anders onder. Maar op zo'n mat is het heel duidelijk. En geeft dat heel tastbaar vorm. En moet ik dat met jou doen? En moet ik doordraaien en wisselen en met al die anderen dat ook doen? Of jij nou groot, klein, dik of dun bent. Als jij veel minder goed bent dan ik, heb ik je verder te helpen? Moet ik me aanpassen in mijn kracht? Heb ik je... Nou, enzovoort. Het is een hele veilige leersituatie waarin je extreem gedrag kunt oefenen in een veilige context. Mm-hmm. Zoiets. En nou kom jij ook uit onderwijs, heb je ook in het onderwijs gewerkt? Ja, ja, ja. Dus daar weet je ook een beetje hoe het daar in elkaar zit. En ook met Cluster 4 school, met wel behoorlijke gedragsproblematiek waar je ook tegenkwam. Ja. En als je dat, die vechtsportprincipes en die vechtsportcultuur die je net beschrijft, gaat vertalen naar het onderwijs. Wat kan het onderwijs daar dan concreet van leren? Nou, wat je bijvoorbeeld altijd terugziet, of veel terugziet, dat op plaatsen waar er veel externaliserend gedrag is, zoals cluster 4 onderwijs, maar ook leefgroepen of instellingen en dergelijke, op een of andere manier zijn het heel vaak vechtsportmensen die met zware doelgroepen werken, of die portier worden. En wat volgens mij dat maakt dat dat zo is, is doorgaans omdat ze heel kalm en wel overwogen kunnen blijven bij agressief gedrag bijvoorbeeld. Dat ze daar niet zo snel van onder de indruk zijn en dus professioneel kunnen blijven handelen. En wat je veel ziet in onderwijs, waar kinderen ongewenst gedrag vertonen of gedrag waar een juf of meester wat mee moet, is dat de juf of de meester daar een beetje van slag van raakt. En dan gaat grijpen naar hou vast in regels, straffen, belonen en op hoger niveau dus in grote protocollen waarin mensen zich borgt of veilig voelen door het protocol of zo. Terwijl de meest intense momenten met hele moeilijke jongeren heb ik meegemaakt waarin ze totaal uit hun plaat gingen. En bijvoorbeeld het meest intens als je erbij moet blijven en letterlijk op ze moet liggen en ik voelde al je onmacht en je verdriet wat eronder zit. En ja, en als je als school of als docent te snel, te makkelijk, te veel naar gedragsmatig conditioneren, noem ik het ga, dan is daar geen eindpunt in. Dan kun je daar alleen maar in doorgaan,
totdat je erin vastloopt. En dan is het kind op een gegeven moment stuk. Deze doet het niet. En natuurlijk passen er een boel kinderen binnen de normale conditioneringsgedachte. Je moet dit doen en doe je het niet, krijg je straf of doe je het goed. Maar veel scholen en veel docenten, merk ik, zie ik, grijpen daar te veel alleen naar of grijpen dat te veel als middel, waardoor het kind te weinig gezien wordt, laat ik het zo zeggen. Dus wat je eigenlijk ook zegt, is dat ze vooral op gedrag gericht zijn. En dat er veel op gedrag gelet wordt en niet op wat daar dan onder ligt. Is dat, ja, omdat, maar dat komt eigenlijk voort uit hetzelfde als wat waar we het net allemaal over hadden in de vechtsport. Als in de basis draait heel veel van dit soort dingen om je primaire reacties bij spannende situaties. Dat doen bijvoorbeeld kinderen. Als ze boos of agressief gedragen, dan is het eigenlijk iets aan de hand van binnen in je gevoel waardoor je dat laat zien. Maar die grote mensen doen dat precies hetzelfde. Als het voor hun spannend wordt dat je de controle verliest of je voelt je heel erg beledigd, aangevallen of noem het maar op, of bedreigd. Dan gebeuren al die dingen bij jou ook, als docent of als mens of als ouder of als professional. Dus ga je zelf ook meer naar instinctief gedrag in plaats van naar wat er eigenlijk bovenin je bolletje gegooid. Om ja, nou ik noem het altijd wel overwogen, proportioneel en gedrag en dergelijke te kunnen kiezen. Ja, we zijn net mensen, hè? Bijna wel, hè? Ja. Ja, dus eigenlijk is het dus als volwassene, als leerkracht, zou je bewust moeten zijn inderdaad van die overlevingsstrategieën, van die primaire reacties bij kinderen. En bij jezelf. Maar vooral. Ook inderdaad van herkennen van, oké, dat ik uit mijn slof schiet, dat ik boos ben of bang ben, dat is eigenlijk precies hetzelfde als het kind op dit moment laat zien. Ja, exact, exact. Ja. En nou, dat maakt het heel lastig om... Ja, dat is niet makkelijk, nee. Nee, dat is hartstikke moeilijk. En dat zie je van klein naar groot. Kijk, in bijvoorbeeld in cluster 4 onderwijs zie je daar alle extreme van. Of in gesloten instellingen. Maar in minder zware mate zie je dat ook in alle reguliere onderwijssettingen natuurlijk. Ja, dat is niet makkelijk, nee. Nee, heel niet makkelijk. Nee. Ik moet eraan denken dat het dan opvalt, vind ik altijd. Bijvoorbeeld in het cluster 4 waar ik was, daar vond men het nodig om personeel te trainen in, daar hadden ze een mooie naam voor, fysiek ingrijpen. Kun je je voorstellen? Kinderen fysiek ingrijpen met polsklemmen en zo vervoeren. Deden ze vanaf basisschoolleeftijd. En ik mocht me daarmee bezighouden, zeg maar. Het eerste wat ik mijn directeur duidelijk is te maken van, dat de grootste onzin is ter wereld. Niet alleen omdat het onterend is voor het kind, waar je vanaf moet blijven. Maar vooral omdat het voor die volwassenen onmogelijk is om onder die stressvolle situatie iets heel technisch en moeilijk als een polsklem correct uit te voeren. Dat lukt de gemiddelde leek gewoon niet. Dus dat moet je van die volwassenen niet vragen en dan moet je dat kind niet aandoen. Dat kost heel veel training onder stress en onder druk en bla bla bla. Mm. Nou, zo. Mm-hmm. Maar wat is dan het alternatief? Als ik kijk naar mijn eigen onderwijsverleden, dan heb je inderdaad soms een kind dat helemaal uit zijn dak gaat. En jij als leerkracht ook van binnen dan. Ja, ja. En dan probeer je uit onmacht vaak probeer je wat. Dus dan grijp je bij wijze van spreken een kind bij je vast. Waardoor het nog erger escaleert. Wat is dan bijvoorbeeld een praktische tip wat je dan als leerkracht of als ouder of als coach of wat dan ook kan doen? Wat is dan die zin alleen al die je net maakt, die zegt alles. Uit onmacht, ik weet niet wat ik bedoel, grijp ik dat kind ook maar vast. Dit hoor je bijna altijd in conflict situaties terug, dit soort dingen. Dat je dus letterlijk in dat moment je onmacht voelt en handelt. Dat is dus niet bewust, wel overwogen en proportioneel. Dus het draait erom dat je allereerst bij je eigen gevoel kunt zijn en blijven. Ik vind een mooie metafoor altijd dat ik ooit las, dat blijkbaar piloten van grote boeings en zo, ik las een keer een artikel van een piloot die beschreef, als mijn meters allemaal op 100 gaan in mijn cockpit, is het eerste wat ik doe is op mijn handen gaan zitten. Om te voorkomen dat ik die primaire instinctieve reacties heb. Dat is echt les 1.
Want terwijl jij dat doet uit jouw onmacht, ga je dus over alle grenzen van dat kind heen. In plaats van dat je nog de ruimte voelt überhaupt bij jezelf om af te stemmen op dat kind van jeetje, ik zie daar heel boos bij. En wellicht dat je zelfs kunt voelen. En dat je zelfs kunt afstemmen. En wellicht dat je hem zelfs kunt helpen om daarmee om te gaan.